Er lijkt een lucht van mysterie te hangen rond de veiligheid van André Hazes Jr., aangezien een telegraafreporter onthult dat hij voortdurend wordt vergezeld door een beveiliger, zelfs tot aan het toilet. Terwijl Rachel Hazes en haar zoon een gecompliceerde relatie hebben, deed zich afgelopen weekend een opmerkelijke situatie voor tijdens de holland Zink hazes concerten Achter de schermen gedroegen de Hazesjes zich volgens verslaggever Jordi Versteegde uiterst vreemd. Ondanks zijn aanwezigheid backstage, weigerde ze elk contact met de pers. Jordi deelde zijn ervaring in de podcast strikt Privé, waarin hij benadrukte dat hoewel iedereen achter de schermen gastvrij was, de h de enige uitzondering waren. Wanneer het aankomt op Rachel, lijkt ze mediaontwijkend gedrag te vertonen, wellicht door de recente gebeurtenissen in haar leven. Zelfs aanbiedingen om Hazes Merchandise te promoten, werd schijnbaar genegeerd. Het meest opmerkelijke moment was toen André naar het toilet moest en een beveiliger hem vergezelde, zelfs tot in het wc-hokje. Deze beveiligingsmaatregel roept vragen op over de reden erachter. Is André bevreesd voor Rachel gezien hun gespannen relatie? De situatie lijkt een complexe wending te nemen en de constante aanwezigheid van een beveiliger. Voegt een extra laag van mysterie toe achter de schermen van Hazes leven.